Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 5 december, het is een dinsdag vandaag en ja, we zijn alweer vlogmaandag 5. Het is nu 5:05 in de ochtend en ik heb net gedoucht. Ik ben klaar gemaakt, ik heb mascara afgedaan. Ik ga nu nog snel even mijn boekentest maken, dat duurt maar 3 minuten. Ik moet nog sokken pakken en dan ga ik naar beneden eten en naar school. En ik ben weer thuis en helemaal haar is ontploft. Even fixen, hè. Ja, ik heb zo'n ingevlochten vlecht in. Karen, thanks Karen, heeft die gemaakt. Ah, waarom ben ik nooit gefocust? Ja, ik heb hier een stekel. Dus het is al 6:30 bijna. Het is, ja, nee, oké. Het is eigenlijk 6:15. En ik heb nog niet gevlogd sinds ik thuis ben. Ik had vandaag weer een SLS-uur. Dus ik was pas rond 5:00 thuis. En ja, ik had vandaag weer een lesdag op school gewoon. De laatste. Wow, nu ben ik echt heel overbelicht. Ik weet niet wat er aan de hand is. Oké, ik ga het gewoon even. Zo. Ik had vandaag weer gewoon een lesdag op school en hij is wel, was wel safa. Morgen heb ik echt mijn laatste schooldag. Dan heb ik nog NW Nederlands 2 uur LO. En we gaan tijdens LO nog schaatsen, dus dat is eigenlijk echt super leuk. En dan in de namiddag moet ik echt heel hard beginnen leren, want dan is donderdag examen SW. En ik ga nu nog even voor die 3 kwartier dat ik nog heb, ga ik nog even voor het examen al leren. Gewoon alles. Oh ja, zo wel een beetje van wat leren. Nu klinkt dat zo of ik doe echt super weinig op voorhand, maar wat ik doe is wel efficiënt. Allee, dat is wel. Wat je leert is al geleerd, ik zal het zo zeggen. En ik wil jullie ook eerst nog heel even bedanken voor alle lieve reacties die ik altijd krijg op mijn vlogmas die ik al geüpload heb. Ik heb er nu al 4 geüpload. En ik krijg echt super lieve reacties van dat ze het een leuke vlog vinden en dat motiverend is en zo. Dus dat vind ik echt heel erg leuk om te lezen. En dat motiveert mij dan weer om echt door te gaan met de vlogs. Maar goed, ik ga nu beginnen. En ik moet echt stoppen met altijd te zeggen. Dat is echt iets waar ik mezelf aan erger. Dat ik altijd zeg. Maar ik ga nu SW nog eventjes doen. En ik moet ook wel toegeven, vandaag gaat het een beetje een kortere vlog zijn als normaal. Want ik heb zelfs nog dansles. Oh, nu zeg ik het weer. Oké, ik werd even onderbroken. Maar leer voor SW dus, want het is nodig. Ik heb mijn danskleren aangedaan. Ik heb dit aan. Een Adidas t-shirt en een zwarte legging. Die hier zo, wacht hè. Paars is met zo'n roze streep. En dat ziet er zo uit, vind ik wel nice. En ik ga nu vertrekken, dus tot straks. Het is 9:50. En ik ga in de douche. Ik heb mijn training gehad en ik ben terug thuis en ik ga nu in de douche. Nee, dan ga ik in de douche en dan ga ik mijn pyjama aandoen en dan de vlog afsluiten. Het is 9:40 en ik ga slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Ondanks ze een beetje korter was dan normaal, maar dat kwam omdat ik vandaag een lange dag had op school. En niet echt veel tijd had om te vloggen en zo. En om te leren wel. Maar ja, je kunt ook niet altijd vloggen als je leert. En omdat ik dan dansles had. Maar morgen, dus in de vlog van morgen. Van 6 december dan. Begin ik echt te leren voor het examen voor donderdag. Dus hopelijk is er morgen wat meer beeldmateriaal. Maar zat, ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Doe deze video zeker een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer ook even om op de hoogte te blijven van al mijn andere vlogmissen. En dan zie ik jullie heel graag morgen om 4:00 weer. Dag!